Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een opgemaakt video voor jullie. De maand november is inmiddels voorbij en morgen begint december. En ik ga jullie dus laten zien wat ik in de maand november heb opgemaakt. Wat dingetjes die Jason heeft opgemaakt, die ook bij mij is. En een paar dingen die mijn vriend heeft opgemaakt. Die al wel wat langer op waren, maar die ik nu pas hier heb. Dus ja, Jason is erbij. Dus als je die soms in beeld ziet, enjoy. Hij wou er heel graag bij zijn, dus dat mag. En dan gaan we lekker beginnen, want het is best wel veel. En ik ga direct met iets beginnen van Jason. Dat is namelijk zijn tandenborstel. Hij had deze tandenborstel van de Sprookjes Efteling. Sprookjesbos, weet ik veel. Deze heeft hij al best wel een tijdje. En ik heb hem nu vervangen voor een nieuwe tandenborstel. Want dat is wel zo hygiënisch. Aangezien hij steeds beter zijn tandjes leert poetsen. En hij heeft ook van Sinterklaas een zandloper gekregen. Voor 2 minuten. Dat is beter. Dat hij zijn tandjes dus moet poetsen. En hij heeft vandaag die in zijn schoen gehad. Die hij net liet zien. Dus hij is tot nu toe helemaal blij wat Sinterklaas in je schoen gedaan hebt, toch? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we verder. En dan heb ik hier een masker. Dit is de Jelly Face Sheet Mask Refreshing. Ik merk toch dat ik hier niet zo heel fan van ben. Deze heb ik van de week opgedaan. Ik ga ze niet weer opnieuw kopen. En waarom niet? Ze zijn heel jelly, dus ze zakken heel makkelijk van je gezicht af. Bij mij werkt dat in elk geval niet. Wel zijn ze heel fris, dat is wel heel fijn. Dus het is net waar je van houdt. Maar ik ga ze niet weer kopen, puur omdat ze gewoon van mijn gezicht afglijden. Ja, mooi hè? Goed, dan gaan we even verder. Naar dit. Dit is iets wat ik weggooi. Dit is mijn zonnebrand. Deze had ik mee op vakantie. En ik heb deze nu 2 jaar in gebruik. En als je een zonnebrand open hebt, is die vaak 1 jaar houdbaar. Ben je dus 1 jaar verder, dus ofwel dit jaar, is die nog maar voor de helft van de SPF betrouwbaar. Dus voor 15, SPF 15. Dat betekent dus dat die dus volgend jaar niet goed genoeg meer werkt. Dus ik ga deze weggooien. Hij is ongeveer voor de helft leeg. Want ik gebruik gewoon te weinig zonnebrand. En ik heb deze een keer in een aanbieding gekocht. Dus ja, dat. En niet in een aanbieding. Ik heb deze volgens mij een keer bij de Mix gekocht. Die zeg maar voor de tweede ronde alles verkoopt. Dus wat nog dan goedkoper is. Dus deze gaat weg. Maar hij is heel lekker. En iedereen om mij heen wil hem ook gebruiken. Mijn tante gebruikt hem wel eens. Mijn moeder gebruikt hem wel eens. Mijn oma gebruikt hem wel eens. Gewoon omdat hij zo ontzettend lekker ruikt naar kokos. Dus ik kan deze zeker wel aanraden om te gebruiken. Dan heb ik hier nog een masker. De BHA Calming and Purifying. Deze is wel heel lekker. Die koop ik wel eens vaker bij de Action. Heb ik vaker wel eens wat over uitgelegd. Is gewoon lekker om te gebruiken. Wat hebben we dan? Nog een masker. Ja, dit is de Freeman Plumping Sheet Mask. Ik weet niet, volgens mij heb ik deze ook bij de Action weg. En deze is wel heel lekker, dus ik raad deze zeker aan. En ik zal hem ook zeker wel een keer opnieuw kopen weer. Niet doen. Even rustig. Dat. Dus even kijken. Dan heb ik hier van Garlestin de Hooikoorts oogdruppels. Deze zijn niet op, maar omdat ze dus maar 3 maanden open kunnen zijn, en hij al langer dan 3 maanden nu open is, heb ik hem uit de kast gehaald. Eeuw. Om hem dus weg te gooien. Ik heb wat aan mijn handen. Ik ga zo even een doekje pakken. Dus dat. Hij zit nog voor de helft vol. Beetje zonde, maar ja, ik weet niet. Ik vind oogdruppels vaak toch wel een beetje eng. En deze heb ik gekregen toen ik nog bij de trekpleister werkte vorig jaar. En hij heeft tot die tijd trouwens helemaal dicht gezeten. Dus niet dat jullie denken, oh, dat moet je niet doen. Dus kijk, staat hier ook niet bestemd voor verkoop. Die heb ik dus gekregen bij de trekpleister toen ik daar werkte. Want ik had hooikoorts en verder vind ik wel dat het goed werkt. Alleen dat ik altijd zo bizar vind als je oogdruppels gebruikt. En vooral deze met zoutoplossing en alles voor hooikoorts. Ga je het ook proeven in je mond. Dat is echt vet raar. Maar hij werkt verder wel goed. Ik ga nu eerst even een doekje pakken. Want zoals jullie weten, als je zo'n maskertjes en zo, ik heb dat wel eens vaker, dan kan het soms wel eens zijn dat er spul op je handen komt zitten. Dus vandaar. Maar even een doekje erbij pakken. Ben je daar een beetje heen gaan? Dankjewel. Even kijken, wat hebben we dan nog meer?
Oh, dan heb ik dit. Dit is mijn vitamine tabletjes. Deze zijn nog niet op, maar ik heb deze in het andere potje erbij gegooid. Dus vandaar dat deze leeg is. Deze gebruik ik nu een tijdje, maar als deze op zijn, ga ik ze ook niet weer kopen. Deze komen gewoon bij Action weg. Ik merk niet echt verschil. Dus ja, nee, verder. Je kan het eens een keer kunnen proberen voor als je echt vitamines tekort hebt. Maar voor mij werkt die niet goed genoeg. Dan heb ik hier een deo van Fa, de Fresh and Free deodorant. Met passievrucht. Prima, maar ik merk sinds ik aan stikdeo's doe. Passievrucht. Ja, sinds ik aan stikdeo's doe, werken de spuitdeo's dus niet meer voor mij. Ik ga daar heel erg doorheen stinken. Dus ik heb nog wel wat spuitdeo's, die gebruik ik ook wel gewoon. Maar roldeo's en stikdeo's doen het beter voor mij op dit moment. Dan heb ik hier nog een potje. Dit is de Skin Hair and Nails. Zoals jullie weten heb ik nog steeds enorme haaruitval. En ik heb wel het idee dat dit... stinken wel. Ik heb wel echt het idee dat dit wat voor mij doet. Mijn haaruitval is nog wel extreem. Maar niet meer zo extreem als dat het was. Dus het doet wel iets. En deze heb ik ook in het andere potje erbij gegooid. Wat heb ik hier? Dit is een bruistablet. Deze had Jason. Deze hebben we in de stad gekocht. Vorige week volgens mij of zo. En hiermee is hij dus in bad geweest met Sylvan. En deze ruikt super lekker, super zoet. En echt wel winters. Dus deze is al in bad geweest. In bad? Ja. Ben jij mee in bad geweest? Ja. Ben je in bad? Ja. Dan heb ik natuurlijk wattenschijfjes opgemaakt van de trekpleister die ik nog had liggen. Gewoon prima wattenschijfjes. Niks op aan te merken. Kijk maar, mooi. Dan heb ik hier een parfum die mijn vriend heeft opgemaakt. Ik heb geen idee hoe deze heet. Die had hij al toen ik bij hem kwam. Dus I don't know. Ik kan me ook niet zo goed meer herinneren hoe die ruikt. Je ruikt ook niks meer. Dus ik kan hier vrij weinig... Nee, want je ruikt niks. Dus ja. Ik kan hier niet echt iets over zeggen, want ik weet even niet meer hoe deze ruikt. Maar hij is op, dus hij zal wel goed geweest zijn, denk ik. Ga ik vanuit tenminste. Dan heb ik hier een douchegel van mezelf. De Fa Luxury Moment. Een shower cream is dit in pink viola. En hier heb ik best wel een tijdje mee gedaan. Ik denk dat ik hier 2 weken mee heb gedaan. Oeh. Ja, hij ruikt heel lekker. Nou weet ik niet of ik deze zelf zou kopen weer. Gewoon omdat ik deze al zo vaak heb gehad. En de geur die is nou wel een beetje klaar voor mij. Ik weet ook niet, misschien heb ik hem nog wel in mijn kast staan hoor. Dat kan ook best. Ik weet het niet. Deze zou ik zelf niet zo snel weer kopen. Maar als ik hem krijg, zou ik hem zeker met heel veel plezier gebruiken. En echt van genieten ook. Dan heb ik iets wat ik weggooi en wat ook bijna op is. En dat is dit masker van Freeman. Dit is een peel-off masker. En deze heb ik echt al, nou, sowieso 3 jaar in mijn kast liggen. Jason, niet doen. Even stil nu. Ja? Deze heb ik al iets langer dan 3 jaar nu in mijn kast liggen. En ik dacht, deze moet gewoon weg, want hij is maar 3 jaar houdbaar. Dus die gaan we gewoon wegdoen. Verder is die prima. Zelfs mijn vriend vond hem in het begin fijn toen hij hem nog gebruikte. Wat hebben we dan? Een deo van mijn vriend. De Axe Africa deodorant. Ik weet niet. Ik ben benieuwd. Er komt dus nog wel wat uit. Lekker. Hij is dus nog niet helemaal op. Hij ruikt wel heel erg lekker. Heel erg fris. Beetje jammer dat ik nu ook naar mannen deo ruik. Lekker. Hij ruikt dus wel lekker fris. En mijn vriend heeft deze ook met veel plezier volgens mij gebruikt. Ja. Ik ruik het. Maar ja, hij is op. En hij vond hem denk ik wel goed. Anders zou hij niet op zijn. En dan heb ik ook nog een mini van Axe. Dit is de... Peace. Ik weet niet. Precies. Deze had hij mee op vakantie. En deze ruikt wel heel lekker. Ik vind deze misschien nog lekkerder ruiken dan die andere. Want ik hou bij mannen hou ik echt meer van wat zwaardere deo en parfum. Dus ja, deze is wel heel erg lekker. Mm, 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 mm.
Wat heb ik hier? Dan heb ik hier een handcreme. Die had ik even gebruikt van Victoria Vincenzo Pure and Natural. Hand en body moisturizing cream. Dit dingetje had ik dus een keer ergens gekregen of zo. Ik weet niet eens waar het vandaan komt. Maar ik had het liggen. Ik dacht, laat ik het gebruiken. En het was heerlijk. Het trok best wel snel in. En het maakte je handen zacht. Het rook super lekker. Dus deze kan ik echt wel aanraden ook om in full size te kopen. Mocht jij echt een handcreme freak zijn, dan is dat ideaal. dan heb ik hier een kaarsje wat op is. De Kandra Candle in Vanille. Vanille dus. Hij is alleen niet heel mooi opgebrand. Maar dat heb ik over het algemeen veel met kaarsjes. Ik heb deze beneden heel veel aangehad. Want ik ben meer beneden dan boven. Dus deze is helemaal opgegaan. En rook ontzettend lekker. Dan heb ik nog een kaars opgemaakt. Ook van Kandra. De Red Berries. Deze is ook wederom niet mooi opgebrand. Ja, rook ook super lekker, super zoet en gewoon ja, fris. Ik weet niet, deze heb ik ook beneden opgemaakt en echt, hij ruikt intens lekker. Dan heb ik hier, volgens mij heb ik hier meer van. Wat nagellakjes die ik weggooi. Ja, ook een nagelriemolie. Omdat deze gewoon heel erg stinkt. Dus ja, bijna niet gebruikt helaas. Maar hij was fijn voor een keer dat ik hem wel heb gebruikt. Maar hij kan nu gewoon weg. En ik gooi een nagellakje van Catrice weg. En een nagellakje van Essence. Ik gooi van Catrice deze weg in de kleur 33 Pink Outside the Box. Deze heb ik echt al jaren. Die heb ik een keer van mijn tante gekregen met kerst in een pakket. En ja, hij is nu gewoon echt toe aan dat hij weg kan. Dus die. En de Essence Shine Last & Go Gel Nail Polish in 33 Wild Wide Ways. En deze is gewoon, ja, die kan gewoon weg. Die kan gewoon weg. Hij stinkt intens en hij is gewoon... Nee, hij gaat gewoon weg. Ik ga er niet meer over zeggen. Maar dat... ik heb echt even... Dan heb ik een droog shampoo opgemaakt van Isana Professional. Droog shampoo voor volume is dit. Voor normaal en fijn haar van Rossmann. Deze heb ik dus ook al super lang. Want ik kom eigenlijk heel weinig nog in Duitsland. Echt bijna nooit. Hooguit alleen het eind van het jaar. Tijdens oud en nieuw, zeg maar. Maar deze heb ik al super lang. En hij is nu eindelijk op. Ik heb hem vorige week opgemaakt. En hij werkt echt geweldig. En hij ruikt lekker fris. Dan heb ik hier nog een parfum van mijn vriend die op heeft gemaakt van David Beckham Instinct Eau de Toilette. Deze heeft hij van mij gekregen. Nou weet ik niet meer of dat nou voor vaderdag was of iets, ik weet het niet meer. Hij ziet er zo uit en hij heeft deze intens vaak gedragen. Hij ruikt ook super lekker. En als ik deze geur nu ruik, hij heeft ook trouwens een, hoe heet dat, een magnetische dop. Ja, als ik deze nu ruik, dan ruik ik echt mijn vriend. En deze is intens lekker. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een luchtje voor je vriend. Die ook, ik denk dat dit wel een geurtje is voor onze leeftijd. Wij zijn allebei 22. Ik denk dat dit wel een geurtje is van 22 tot en met 25 of 27. Dus zoek je nog een geurtje voor je vriend voor deze kerst of verjaardag of wat dan ook. Zou ik je deze echt aanraden. Want deze ruikt heel erg lekker. En mijn vriend vindt hem ook super lekker. Dus ga deze zeker een keer ruiken in de winkel. Als je een vriend hebt. Of voor je vader of voor je oom. Je kan het eigenlijk ja, aan iedereen wel geven. Want je hebt ook soms mannen van 40. Weet je, die vinden jongere luchtjes ook heel lekker. Dus ja, go for it. Ga het gewoon ruiken. Dan heb ik een body lotion van Dove. De Derma Spa Summer Reviewed Far to Medium Skin. Body lotion met self-tanner. En deze gooi ik weg omdat ik deze al onwijs lang heb. De self-tanner doet het niet voor mij. Ik heb een aantal keer er wat uit moeten halen. Omdat dit gewoon helemaal bruin was. Wat eruit kwam, wat niet zo hoort. Dus het is gewoon tijd dat hij weggaat. Ik heb hem vanochtend helemaal opgemaakt. Hij ruikt verder lekker. Hij is lekker verfrissend. Het trekt lekker snel in. Dus voor de zomer ideaal. Maar verder, ik vind hem niet bijzonder. En zou hem ook niet opnieuw kopen. Dan heb ik een face wash opgemaakt. De Rosewater Bubble Face Cleanser. Van Action. Deze heb ik vaker opgemaakt. Is een prima basic face wash. En
Hij doet het ook heel erg goed. Voor mijn gevoel loop ik echt te schreeuwen. Maar ik weet niet of jullie het ook horen. Maar Jason zit constant geluidjes te maken. En dingetjes te zingen die op YouTube niet, zeg maar, mogen. Dus vandaar dat ik even wat harder praat dan normaal. Misschien merken jullie het ook aan de video. Ik weet het niet. Maar let me know. Eens even kijken. Dan hebben wij van Jason een olie. Die dus intens aan het lekken is. Dit is de Baby Dream olie uit Duitsland. Ook van Rossmann. Deze heb ik daar een keer gekocht om... Ja, babyolie. Zeg het maar. Deze heb ik gekocht toen Jason nog geboren moest worden. En we hebben er dus best wel lang mee gedaan. Like, hij wordt 4. Nou moet ik zeggen, we hebben ook al een keer eerder zo in opgemaakt. Dus misschien dat ik er nu 2 jaar of een jaar mee heb gedaan. Maar hij is lekker, maar ik zou hem niet weer opnieuw kopen, want hij lekt gewoon zo snel. En dat vind ik gewoon heel jammer. En niet prettig. Dan heeft Jason zijn tandpasta opgemaakt van Jordan, de Kids 0 tot 5 jaar, met aardbeiensmaak in de vorm van een raketje. Ik heb hier nog één van, maar die is dus van 6 tot 8 jaar of zo, of 9 tot 12, ik weet niet precies, één van de twee. Maar deze was prima. Heeft hij ook heel lang gebruikt. Ik denk dat wij met ongeveer 1 jaar of 2 jaar zijn begonnen met tandenpoetsen. En nog niet met regelmaat. Niet zoals dat we dat nu doen. Maar ik denk dat we hier zeker 1,5 tot 2 jaar mee hebben gedaan. En toen was hij pas op. Met niet regelmatig tandenpoetsen. Maar verder perfect. Dan heb ik zelf ook met mijn vriend een tandenpasta opgemaakt van Colgate. De Advanced White. Tandpasta. Deze heb ik ook gekocht bij de Mix een keer. Lekker goedkoop. We hebben nu ook een staan die ik bij de Mix ook heb gekocht. Van een heel ander merk dat ik eigenlijk niet ken. Maar dit was prima. Hij is gewoon lekker fris. Heel minty wel. Het is net alsof je met een soort van Sportlife of mentholsachtige kauwgom je tanden staat te poetsen. En dat is gewoon heel erg lekker. Heel erg verfrissend. En ook mijn vriend vond deze heel erg fijn. Oké, ik weet niet precies waar ik ben gebleven, maar mijn opslag was vol of zo. Ik weet niet. Onzin. Dan heb ik hier nog een Body Mousse to Oil, wat ik heb opgemaakt. Van Rituals, een mini. Die zat in mijn vriend zijn kerstpakket. Die heb ik dus opgemaakt. Letterlijk in 2 keer. Beetje jammer. Ook niet mijn favoriete geur. De Ritual of Mare. Ja. Ik vind het niet erg dat hij op is, laat ik het zo zeggen. Dus hij is op, klaar, toppie. Dan heb ik ook van The Ritual of Mare deze body lotion opgemaakt. Ja, het is niet mijn favoriete geur. Ik zou hem ook niet zelf opnieuw kopen. Maar hij is wel op, dus dat zegt wel iets. Dat hij wel fijn was in smeren of dat ik uiteindelijk de geur begon te accepteren. Kan allemaal. Dan heb ik hier nog één masker. De What's Poppin' Sweet and Salty Popcorn. Ja, prima basic masker. Zal ik vast ooit wel eens weer een keer kopen. Maar niet dat ik zeg, wow, zo goed of zo. Nee, gewoon prima. Dan heb ik nog een deel opgemaakt. De Straight Fresh Recharge Non-Stop Freshness Antiperspirant Deo Stick. En dit is echt een van mijn nieuwe favorieten. Ik heb deze heel goedkoop bij de Op is Op gehaald. Hij is helemaal op. Maar hij ruikt wel heel lekker. Hij ruikt een soort van naar babypoeder of zo. Ik kan het niet helemaal uitleggen. Heel basic. Maar daardoor laat hij je niet stinken. In het begin was het even wennen. Omdat het echt een hele witte streep was wat er afkwam. Maar dat ging daarna eigenlijk wel vanzelf weer over. Verder vind ik deze heel erg fijn. En kan ik hem ook zeker aanraden. Dus ik ga deze echt oprecht nog wel een keer opnieuw kopen. Als ik door de rest van mijn deo's heen ben. Maar deze is intens goed. Echt intens goed. Dan hebben we nog 2 dingen. Als eerste deze dagcreme. Ik heb de Delia Cosmetics collagene dagcreme opgemaakt. Ik heb hier heel lang mee gedaan. Voor zover ik weet heb ik hier echt... wanneer heb ik hem opgemaakt? Ik zal even... Moet ik even nadenken. Ik denk dat ik hier al 10 maanden mee heb gedaan. Zoiets. 9 of 10 maanden, zoiets. Zo lang heb ik ongeveer mee gedaan. Dat was een hele fijne dagcreme. En onthoud ook bij dingen die ik opmaak. Ik ben... Maar onthoud dus dat ik normaal om de week bij een vriend ben. En daar dus andere producten gebruik. Ik weet niet wat het steeds is. Maar mijn telefoon geeft steeds aan dat die vol is in opslag. Wat niet kan. Maar
Dus ik hoop dat het een beetje lukt zo allemaal. Maar deze is dus op. En hij was prima. Hij was lekker. Hij was fijn om te gebruiken. En hij verzorgde goed. En dan als allerlaatst iets wat we vanochtend hebben opgemaakt. Namelijk Zwitser haarlotion van Jason. Hier heb ik ook best wel een tijdje mee gedaan. En ik heb nu niet geen Zwitser haarlotion meer. Helaas. Want ik vind het best wel duur om te kopen. Dus ik koop het ook niet. Ja, dit is gewoon heel fijn, heel fris. Hij ruikt gewoon echt naar baby's. Daar hou ik echt van. En ik heb nu geen haarlotion meer. Maar ik heb nu een haargel neergezet. Want hij gaat straks ook naar school. Dus dan wil je ook dat zijn haar gewoon goed blijft zitten. Maar deze hebben we vanochtend dus opgemaakt. En deze is intens lekker. Ik hou van Zwitser. Dus dat is alles wat ik heb opgemaakt. De video is best wel lang gaan duren volgens mij. Dat was niet de bedoeling. Maar ja, het is wat het is. Ik hoop in ieder geval dat jullie het interessant vonden om te zien wat ik, mijn vriend Jason, wij samen allemaal hebben opgemaakt. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vinden. Ik ben heel benieuwd wat ik na de feestdagen zo allemaal op heb gemaakt. En laat me weten waar jullie heel benieuwd naar zijn. Wat jullie misschien gaan proberen of nou ja, wat dan ook. En ja, dan wil ik jullie eigenlijk heel erg bedanken voor het kijken. Ik ben nog op zoek naar inspiratie voor andere video's, maar ik weet het even niet. Dus excuus als er niet elke week een video online komt. Ik doe mijn best om na te denken, maar ik weet het gewoon echt even niet. Als je wat weet, laat het achter in de comments, dan kan ik daar wat mee. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!